Hallo allemaal en super tof jullie kijken! Een nieuwe video op het YouTube-kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pieter Jan, het is vandaag zondag 10 juli en deze zondag 10 juli trappen we af met een korte update over Matic, oftewel Polygon. Polygon steeg namelijk deze week met een hoogtepunt van 35% en dat is op dit moment nog zo'n 25% up in deze eerste week van de nieuwe maand juli. In deze korte update gaan we zoals altijd eerst kijken naar het dagelijkse tijdsframe en daarna naar het 4-uur tijdsframe. En als we dan ook lekker gaan beginnen op dat dagelijkse tijdframe en we kijken als eerste naar die ribben voor Matic. Dan zien we dat Matic na een aantal dagen aan het begin van deze maand hinder te hebben ondervonden van die ribben. Naar de bovenkant van die ribben is gestegen, maar helaas precies bij de bovenste rib gereject is. Die bovenste ribben ligt op dit moment bij de 62 dollar cent. Dus tot en met de 62 dollar cent hebben we last van de IME ribben als resistance. En de onderkant van de ribben ligt op dit moment bij de 53 dollar cent. Waar we dus wellicht weer een keer support op kunnen gaan pakken, mochten we wat verder nog gaan afkoelen. Gaan we dan daarna kijken naar die RSI op het dagelijks tijdframe? Dan zien we op de RSI dat er een bearish divergentie is ontstaan. Als we namelijk even een trendlijn erbij pakken om dit te verduidelijken, dan zien we namelijk dat de RSI hier op de 24e van juni een top zet bij ongeveer de 57,5 RSI. En dat we met de run van deze week, dus bij een RSI van ongeveer 60 zijn uitgekomen. Daarbij zien we dus een high high op de RSI. Als we dan in gaan zoomen op de koers. Dan zien we natuurlijk dat er een lower high is geprint. We zien namelijk op 24 juni dat we een high printen rond het level van de 60,6 dollar cent. En dat we met deze run richting een high zijn gekomen van de 60,5 dollar cent. Je ziet het verschil is heel erg minimaal in koers. Maar het is overduidelijk wel een lower high. Wat natuurlijk wel wijst op een bearish-divergentie Als de RSI een high-high heeft gezet. Wat natuurlijk in dit uh, geval wel gebeurd is. Op dit moment zien we ook dat Matic nog wel boven de 50 RSI. Op het dagelijkse tijdframe zit. Dus nog steeds in bullish territorium. Dus het kan zijn dat we natuurlijk mooi support gaan pakken op die 50 RSI. En deze minimale bearish-divergentie niet de kans gaan geven om te laten uitspelen. Maar dat is natuurlijk iets wat we de komende dagen zullen gaan zien. Of Matic dus echt die support. Bij de 50 RSI überhaupt gaat opzoeken en deze dus kan houden. Of dat we toch weer dat bearish territorium van onder die 50 RSI ingetrokken worden. Als we dan verder gaan kijken naar de support en resist levels van Matic. Dan zien we op basis van prijsactie in principe drie levels. Het eerste resistance level waar we dan naar kijken dat is deze drie top. Die we zien aan het einde van juni die bij de 62,7 dollar cent ligt. Je ziet dat daar gewoon drie keer resistance is gepakt voordat we verder omlaag werden gegooid. En dat op dit moment dat we daar vlak onderweg reject zijn. Dus het is wel een belangrijk level voor Matic om dus te gaan doorbreken. Mochten we weer de weg naar boven oppakken. Dit zal dus samengaan met een break van die IMA-ribben. Kijken we dan naar de support levels, dan is het wel belangrijk voor Matic om eigenlijk gewoon de 50 dollar cent ongeveer vast te houden. Hierbij zien we wederom dat daar verschillende keren resistance is gepakt in de eerste dagen van deze nieuwe maand. En dat je deze eigenlijk gewoon dan graag als support wil gaan testen om dus de zogenaamde RS flip voor Metric te gaan zien op die 50 cent. Daarnaast 50 cent op psychologisch prijslevel wat natuurlijk extra belangrijk is om dat level vast te houden. Mocht Metric daar toch weer onder vallen dan kijk je eigenlijk weer al snel richting 45 cent. Waar we ook in diezelfde dagen heel tijd support hebben gepakt. Je zag Metric namelijk consolideren tussen die 50 en die 45 cent. Waarbij je dus heel mooi zag dat de 50 dollar cent de moeilijke resistance was. En de 45 dollar cent wel een stevige support was. Dus laten we hopen als Matic toch weer door die 50 dollar cent heen schiet. Dat die 45 dollar cent ons nogmaals een keer support kan gaan geven. Als we dan nu nog op basis van de Fibonacci's gaan kijken naar de resistance levels voor Matic op de dadelijkse tijdframe. Dat betekent natuurlijk als eerste de Fibonacci die komt vanuit die top van maart naar de huidige bodem. En dan zien we dat het eerste Fibonacci-level, de 0,236, nog een stukje hoger ligt dan die toppen die we hebben gezien aan het einde van juni. Deze ligt namelijk bij de 65,5 cent, de 0,236, daarna de 0,382 bij de 86 cent en daarna de 0,5 bij de 1 en 3 cent. Die natuurlijk weer vlak boven de belangrijke level van die 1 dollar ligt, want we zo net ook bespraken bij de 50 cent is natuurlijk ook de 1 dollar een psychologisch prijslevel. Kijken we dan nog een stukje lokaler en kijken voor de Fibonacci die komt vanuit de top die gezet is in mei. Dan zien we dus dat als we vanuit 13 mei naar de huidige bodem een Fibonacci tekenen. Dat we met deze run weer in de Golden Pocket eigenlijk vast uh, zijn gelopen. We kwamen er wel een beetje bovenuit. maar werden meteen eigenlijk weer naar onder toe gegooid. Dus op dit moment lijken we langs maar weer te gaan kijken of we bij die 0.5 Fibonacci de support kunnen vinden. In plaats van dat we de eerste resistance ondervonden. Die ligt bij de 53,5 dollar cent. Weten we uiteindelijk door die Golden Pocket heen te breken, die dus tussen de 58,7 en de 60,2 dollar cent ligt. Dan kijken we terug de 0,786 bij de 66 dollar cent. En daarna, natuurlijk, de high die gezet is in die consolidatieperiode van mei bij de 75,5 dollar cent. Gaan we dan nu nog eens laatste kijken naar dat 4-uur tijdsframe voor Matic? Dan beginnen we ook met het kijken naar de ribben. Dan zien we natuurlijk heel erg mooi dat die ribben bullish is geflipt. Wat natuurlijk logisch is als we zo'n mooie run naar boven toe hebben opgepakt. En dat we in ieder geval een poging hebben gedaan om de bovenkant van de ribben tot support te behouden. Op dit moment zien we dat met de huidige 4 uur candle toch die ribben ingetrokken worden. En dat het dus zomaar is kan zijn dat we de onderkant van die ribben gaan opzoeken. Die bij de 54 dollar cent ligt. Daarnaast zien we ook dat de 50 IME en de 200 IME op dit moment precies bij elkaar liggen. En die vinden we bij de 54 2,2 dollarcent ongeveer. Dus daar kunnen we ook zeker nog wel een tikje van support verwachten. Vallen we door die ribben heen. Dan kijken we eens naar richting 52,5 dollarcent. Waar dus de 100 IME, de lichtbouwlijn op deze grafiek, ligt. Als we dan nu ook eventjes nog gaan kijken op de RSI op het 4-uur tijdsframe, dan zien we natuurlijk dat die RSI richting overparkt gebied is geweest. En ook op het 4-uur tijdsframe zien we natuurlijk dat die, uh, die bearish divergentie is gemaakt. We zien natuurlijk dat er bij de 8e van deze maand een top-RSI wordt neergezet van ongeveer 73. Terwijl de koers daarbij een top zet op 59 cent ongeveer. We zien natuurlijk dat daarna later. Nog een nieuwe top wordt gezet bij ongeveer 6,5 tot 1 cent. Terwijl de RSI dan maar een top zet bij de 70 RSI. Wat dus ook wijst op een divergentie op het 4-tijdsframe. Die natuurlijk op dit moment een beetje lijkt uit te spelen. En we komen ook op het 4-tijdsframe langzaamaan bij die 50 RSI. Wat natuurlijk de grote vraag wordt of deze tot support kan worden gemaakt. Om dus mooi in dat Bullish territorium op die RSI op het 4-tijdsframe te blijven. We gaan we dan nu nog verder kijken naar de support levels die we kunnen zien op uh, basis van de Fibonacci. Maar daarvoor gaan we eerst iets anders doen en dat is namelijk een opwaartse support trendlijn tekenen. Deze hebben we ook al eerder besproken in onze 50 naar 1000 challenge aflevering van deze week. En als we namelijk deze lijn zo tekenen dan zien we dat Matic continu op dit moment support heeft gepakt op deze opwaartse trendlijn. Mocht de koers van Matic dus nog verder corrigeren op dit moment... Dan kunnen we ongeveer bij de 50,5 dollar cent support verwachten. Op basis van deze opwaartse trendlijn. Wordt natuurlijk deze opwaartse trendlijn uh, gebroken. Dan zal dat natuurlijk heel erg zonde zijn. Omdat je dan deze trendlijn als support kwijt bent. Maar natuurlijk is het belangrijkste dat de structuur behouden blijft. En dat we niet onder die low meer komen. Die gezet is aan het einde van juni. Die ligt bij ongeveer dat level van de 42 dollar cent. Vallen we daar namelijk natuurlijk weer onder. Dan heb je echt duidelijk het. Lower low systemen weer in. Wat samenvalt met op dit moment helaas toch een minimale lower high. En dan zie je toch dat er weer een flip komt in die structuur van bullish naar bearish. Dus het belangrijkste voor Matic is in ieder geval om boven die 42 dollar cent te blijven. De low die gezet is aan het einde van juni. Om dus te blijven in deze bullish structuur die we op dit moment lokaal op het 4 tijdsframe hebben aangemaakt. Als we dan nu nog eventjes gaan kijken op basis van de Fibonacci levels. Waar we natuurlijk support en resistance kunnen gaan pakken. Als we als eerste gaan kijken naar de support Fibonacci die komt vanuit de bodem die gezet is op 18 juni. Naar op dit moment die top. Die we dus helaas niet hebben weten te breken met deze run. Dan zien we dat we op dit moment het eerste support level vinden bij de 55,5 dollar cent. De 0,236. Daar zie je ook dat we al verschillende keren support hebben gepakt met de run van deze week. Dus het level kan wellicht toch weer nog een keer support gaan. Worden, mochten we er dus nu op dit moment naartoe gaan zakken? Daarna de 0382 bij de 50 dollar cent, ongeveer de 51 dollar cent. En daarna de 47,2, de 0,5 van deze Fibonacci. En daarna de Golden Pocket die ligt tussen de 43,5 dollar cent tot en met de 42,5 dollar cent. En daarna 0786 bij de 38 dollar cent. Voordat we dus bij die low aankomen van juni. Maar je ziet ook heel erg mooi dat dus die low van Juni, die laatste low die net opgespraken bij de 2,42 cent eigenlijk precies gekomen is op die golden pocket. Mocht dit natuurlijk weer doorgaan, dan kan op dit moment ook vanuit natuurlijk de huidige Fibonacci, die komt vanuit die bodem van het einde van juni naar de huidige top. Dan zou het natuurlijk ook weer mooi zijn als we op deze golden pocket support kunnen gaan pakken. En die ligt tussen de 48,8 en de 49,5 dollar cent. En het zou niet heel erg gek zijn als de koers hier support pakt. We zien hier namelijk verschillende lokale toppen staan. Nadat we dus die bodem hadden gemaakt aan het einde van juni. En we zien dat we het level ook al een keer geretest hebben. Op dit moment zien we dat we de 0.236 hebben gebroken bij de 57,3 dollar cent. En dat we op basis van deze financiën als eerste weer kijken naar de 0.382. Bij de 54,3 dollar cent. Daarna de 0.5 bij de 51,9 dollar cent. Voordat we dus bij die golden pocket aankomen. Wat wellicht dus een nieuwe high low zou kunnen gaan opleveren. Maar deze kan natuurlijk ook al eerder gemaakt worden. Maar de Golden Pocket zagen we net natuurlijk dat die mooie support kon blijven. En vaak zie je ook dat daar de koers wel support probeert te zoeken. Als we dan nu nog gaan kijken naar de verdere resistance levels, dan tekenen we daarvoor de Fibonacci die komt vanuit die top die gezet dus is op 26 juni ongeveer. In dit geval 24 juni. Op 26 juni zien we dat eigenlijk nog een keer dezelfde top maken. En dan zien we dus dat we alleen nog richting dat 1-level hoefden te stijgen. Dat is dus niet gelukt. En op dit moment moeten we weer de 0786 W3 regainen. Bij de 58,2 dollar cent. Breken we daarin. Kijken we eens dus richting dat 1-level bij die 62,7 dollar cent. Daarna de 1236 bij de 67,7 dollar cent. En de 1618 bij de 75,7 dollar cent. Als we dan als allerlaatste nog gaan kijken naar de Fibonacci die komt vanuit de laatste gezette top voordat we echt omlaag werden gesleurd. Dat is dan de Fibonacci die komt vanuit juni 10 naar de bodem van juni. Dan zien we dus dat we daarop nog naar het 1 level kunnen gaan stijgen bij de 66 dollar cent. Maar dat we eerst weer door de 0786 zijn moeten komen bij de 58,9 dollar cent. En daarna dus nog de 1236 bij de 74,3 dollar cent. En de 1,618 bij de 87,5 dollar cent. En als allerlaatste zien we nog voor Matic één dingetje. En dat is dat de Matic-koers op dit moment eigenlijk continu support zoekt rond 5 cent-leveltjes. Als we namelijk nou eventjes een horizontale lijn erbij gaan pakken, dan zien we dat dit gebeurt bij zowel de 40 dollar cent. Zoals bij de 45 dollar cent. En ook weer bij de 50 dollar cent. En dus ook op dit moment bij de 55 dollar cent. Dus mocht we met de koers weer verder gaan dalen, dan zal 55 dollar cent natuurlijk een mooi support level zijn. En 60 dollar cent zal natuurlijk een belangrijk resistance level lokaal, in ieder geval op dat 4-uur tijdscherm, worden. Dan was het weer voor deze korte update over Matic. Voor deze video leuk, laat dan zeker een duimpje omhoog achter. En bij een nieuwe YouTube-kanaal, doe ze zeker hier neer nee op de opname knop te klikken. En bij een van onze community, join je ze zeker via het linkje in de beschrijving. En dan spreken jullie dadelijk weer met een gloednieuw crypto -ginaal. Voor nu nog een hele fijne zondagmiddag.